Mensen zijn in staat razendsnel muziek te herkennen. En ik wil graag weten hoe dat komt en hoe dat werkt. The song Wannabe by the Spice Girls is the catchiest pop song after most people could identify the tune in just 2.3 seconds. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Or just long enough to say, turn it off. Samen met cognitiewetenschappers en informatici doe ik daar onderzoek naar. Zelf heb ik een natuurkundeachtergrond, maar ik doe een promotie binnen de muziekinformatica. Dat is een relatief nieuw en onontgonnen wetenschapsterrein en dat maakt het leuk, want er is veel te ontdekken. Ik kijk naar hoe mensen en computers muziek herkennen. En computers kunnen dat al heel goed. Computers kunnen op basis van slechts enkele seconden een nummer herkennen en opzoeken in een database van heel veel nummers. Beter dan mensen. Maar mensen zijn dan weer heel goed in het herkennen van covers en bijvoorbeeld live versies van nummers. En ik wil uitzoeken hoe je computers misschien ook kan leren om covers te herkennen. En weten waarom mensen wel of niet goed zijn in het herkennen van muziek. Daar hebben we een app voor ontwikkeld, die heet Hooked. En spelers van Hooked, die moeten luisteren naar fragmenten van muziek. Die krijgen verschillende fragmenten te horen. En als je het fragment herkent, dan druk je op een knop. En gaat het volume van het nummer even op nul. En daarna komt het fragment weer terug. En dan moet jij zeggen of het nummer een beetje verschoven is of niet. Met de data die het spel genereert, willen wij eigenlijk gaan kijken wat muziek herkenbaar maakt. En het fragment in het nummer dat het beste herkend wordt, dat noemen we de hook. Het is eigenlijk de haak waarmee de luisteraar het nummer naar binnen haalt of omgekeerd. En ik wil graag gaan kijken wat die hook zo speciaal maakt. Dus ik ga die analyseren met de computer, omzetten in algoritmes en hopelijk ook later kijken of die computer kan voorspellen waar in een nummer de hook zit. Ik denk niet dat een computer ooit echt een hitmachine zal worden. Daarvoor is popmuziek veel meer dan gewoon de som van de toonhoogte en het ritme en de harmonie. En een goed voorbeeld daarvan is misschien een compositie die ik laatst voor een presentatie had gemaakt. En als het goed is, dan herken je er helemaal niks in. Maar Shazam, die denkt dat het Never Gonna Give You Up van Rick Astley is. De grote vraag bij muziek is, wat is nu eigenlijk het nut van muziek? En daar zijn heel veel theorieën over. Sommigen zeggen dat muziek gewoon een bijproduct is van onze taalontwikkeling en dat het gebruik maakt van een aantal dingen die we kunnen omdat we taal hebben. Andere theorieën zeggen dat het misschien er eerst was, dat er eerst muziek was en taal daar dan pas uit voortgekomen is. En het is echt een heel interessant vraagstuk en daar wil ik echt nog wel een bijdrage aan leveren ooit. Faces of science.